zeer romantiek is het verhaal van verschillende koppels die Valentijnsavond komen vieren in een restaurant. Dus het is een verhaal over de liefde. En over de verschillende facetten dat liefde, dat je in de liefde kunt meemaken. In Brasserie Romantiek speel ik Angelo. Angelo de Tollenaar, om zijn volledige naam te hebben. En dat is eigenlijk de mede-eigenaar en chef-patron achter het fornuis in de zaak Brasserie Romantiek. Ik speel Paul. Paul is de man van Roos en Paul is een autoverkoper. Een Volvo-dealer eigenlijk. Die ja, toch een auto met een bepaalde klasse en een bepaalde filosofie. Die zeer ambitieus is. Zoals Philippe een aantal kilo's is moeten afvallen voor de helft van het Tangier, ben ik er nu speciaal een aantal bijgekomen om geloofwaardig letterlijk lichamelijk gestalte te geven, als het ware, aan de kok. Ik heb ook heel veel, en dan ben ik echt, goede tips gehad van Philippe, die van opleiding trouwens kok is, eerder dan als acteur. Dat zal je ook zien in deze film. Ja. Maar... en bij mij andersom, dat zult ook zien. Ja. Of hopelijk niet. Ja. Inleven is mijn job. Het gaat inderdaad over eten en liefde. Over relaties en gastronomie. Is die mij op het lijf geschreven. Meer en meer, want ik ben iets plomper in de buik kan zitten. Nee, ik heb niet gelet op mijn eten, of juist wel. Ik ben 7 kilo bijgekomen om toch iets meer een standvastige... in standvastige proporties vorm te kunnen geven aan personage, letterlijk deze keer. De rol is niet op zijn lijf geschreven. Het is niet geschreven voor hem, maar hij is een van de weinige rollen waar ik bij hem bleef haperen. Wat ik wist van, ja, ik moet Axel hebben. Omdat het is een levensgenieter en... een chef-kok moet iemand zijn die een levensgenieter is, die graag eten heeft. Een expert in de liefde is zijn personage niet, maar denkt het toch wel te zijn. Dus ja, ja. Axel was een goede keuze. Brasserie Romantiek is een restaurant waar dat er op Valentijnsavond van alles gaat gebeuren. Brasserie Romantiek is een smakelijke tragicomedie. Voilà. En zeker van zien, want... top. Brasserie Romantiek is liefde.